Goedemiddag, welkom in deze breakout-sessie van What's Up, What's Next, met als wervende thema de Green Deal om versneld uit de crisis te komen. Mijn naam is Patrick van den Bosche. Ik zal deze namiddag uw gids zijn door een wervende sessie rond drie inspirerende voorbeelden van bedrijven, afgewisseld door gesprekken met diepte-experten. Waarom hebben we deze titel gekozen? Deze ochtend, in de plenaire sessie, kwam duurzaamheid verschillende keren aan bod. En in 2019 heeft de Europese Commissie ambitieuze doelstellingen naar voren geschoven. Zowel op klimaatneutraliteit, om als Europa het eerste klimaatneutrale continent te worden ter wereld, als op grondstoffenvlak, om de circulariteit echt vooruit te brengen. Waarom? Omdat grondstoffen natuurlijk een belangrijk aandeel zijn in de CO2-uitstoot en de beschikbaarheid meer en meer onder druk komt te staan. Circulaire economie en de strategieën zullen uitgebreid aan bod komen in deze sessie, net als de weg naar de klimaatneutraliteit. Maar ik hoor jullie al zuchten, weliswaar van op afstand, en jammer genoeg, dit gaat ten koste van onze competitiviteit. Wel, in deze sessie gaan we jullie ook aantonen dat er opportuniteiten liggen op deze weg. Niet enkel opportuniteiten, maar echt kansen om als bedrijf ofwel uw product competitiever te maken, met minder kosten, ofwel ook om markten aan te boren met nieuwe producten en nieuwe diensten, met een hogere toegevoegde waarde en zo een beentje vooruit. De weg er naartoe is complex, gaat nieuwe kennis, competenties, inzichten, u gaat daar nood aan hebben met verschillende partners, net daarom dat we met het partnerschap proberen de krachten te benoemen, maar ook met onze creativiteit in Vlaanderen zullen we raken en kunnen we gebruiken om de weg in te slaan naar duurzaamheid. Op weg naar die klimaatneutraliteit en die circulariteit. Maar ik heb op dit moment genoeg gepraat. Laten we direct beginnen met een heel korte film van onze golden sponsor Schneider Electric, die begin dit jaar eigenlijk, uitgeroepen is als het duurzaamste bedrijf ter wereld door Corporate Knights. Laten we kijken hoe dat Schneider Electric zijn duurzaamheidstraject aanpakt. Goedemiddag, welkom in deze breakout-sessie met als titel De Green Deal als opportuniteit om versneld uit de crisis te komen. Ik ben Patrick van den Bosche, themamanager duurzaamheid binnen het industriepartnerschap. En ik zal u deze namiddag door deze sessies gidsen met drie inspirerende bedrijfsvoorbeelden, maar ook afgewisseld door gesprekken met experten in de diepte. Duurzaamheid was daarnet ook al prominent aan bod. En waarom? Wel, in 2019 heeft de Europese Commissie zijn ambities gepubliceerd rond klimaatneutraliteit, om als Europa het eerste klimaatneutrale continent te worden in de wereld, maar ook op het vlak van circulariteit. Waarom? Omdat grondstoffen natuurlijk een belangrijke bijdrage aan de CO2-uitstoot leveren en omdat natuurlijk de grondstoffenbeschikbaarheid meer en meer onder druk komen te staan. Circulaire oplossingen gaan daar nodig zijn, startend met efficiënter omgaan met de grondstoffen, over recyclage tot levensduurverlenging, om de duurzaamheid eigenlijk te verbeteren. Maar ik hoor u al zuchten, van op afstand weliswaar, jammer genoeg. Dit gaat mijn competitiviteit negatief beïnvloeden.
dit is veel te complex. Wel, ik hoop, en ik ben er eigenlijk van overtuigd, dat de voorbeelden en de dieptegesprekken met de experten u van mening doen veranderen. Er zijn talrijke opportuniteiten onderweg. Niet enkel om uw kosten naar beneden te halen door efficiënter om te springen met energie en grondstoffen, maar ook door meer toegevoegde waarde te creëren voor uw klanten door duurzame producten op de markt te zetten. En eigenlijk zitten er veel meer opportuniteiten in dan dat u denkt. En de voorbeelden zullen dat aantonen. Maar uiteraard, opportuniteiten zijn niet altijd even gemakkelijk te grijpen. De weg ernaartoe is vaak complex, vergt andere kennis, inzichten, competenties, samenwerking over de keten heen. En dat is exact waar we hier in het industriepartnerschap mee willen op inzetten. En waar we ook partners zoeken om u te helpen op deze lange weg naar duurzaamheid. Ik ben overtuigd alleszins dat de drempels die u zult tegenkomen, of die u ziet, oplosbaar zijn. Oplosbaar en om te draaien in echte opportuniteiten. Maar nu heb ik even genoeg gepraat. Laten we direct beginnen met een korte film van onze golden sponsor Schneider Electric, die begin dit jaar uitgeroepen is als meest duurzame onderneming door Corporate Knights. Laten we kijken hoe dat Schneider Electric zijn weg naar duurzaamheid vormgeeft. Bij mij zitten nu Sander van Dasselaar, vice-president Industrie. Client Development Director Sustainability Business van Schneider Electric. Sander, ja. We hebben net in het heel dynamisch filmpje jullie 6 commitments rond duurzaamheid gezien. Maar waarom hebben jullie dat zo hoog op de agenda geplaatst? Als Schneider zijn we best wel een behoorlijke multinational wereldwijd. Wereldwijd hebben we meer dan 200 fabrieken, we hebben wereldwijd meer dan 200 kantoren staan. En wij vinden dat het onze plicht is dat we een bijdrage moeten leveren aan de verduurzaamheid of de verduurzaming van de wereld. En dat niet alleen vanuit een businessgedreven opportuniteit, maar meer echt vanuit onze kant vanuit een intrinsieke motivatie. Want we vinden het belangrijk voor onze werknemers dat duurzaamheid ook in ons DNA zit van de werknemers zelf, om het uiteindelijk te kunnen uitdragen. En natuurlijk kunnen wij een mooi verhaal houden dat we klanten kunnen helpen met hun verduurzaming van hun bedrijven of van hun kantoorgebouwen. Wat voor ons belangrijk is practice what you preach. Dus als je kijkt naar onze kantoorgebouwen, onze fabrieken, ja, dan doen we echt wat wij denken te realiseren eerst zelf. Zodat we het ook kunnen gebruiken in onze business, zeg maar, om ook klanten zoals u aan de andere kant te kunnen overtuigen dat het ook echt kan werken.
Het is dus niet alleen de zes commitments, maar ook de walk the talk, hè, zoals walk ze vaak talk, ja. Zeggen. Ja. En uw mensen ook meekrijgen wereldwijd. Maar in dat traject naar, ik zou zeggen, het uitgeroepen worden tot meest duurzame bedrijf door Corporate Knights, hebben jullie daar opportuniteiten of hidden gems of zaken gemerkt die, waaraan jullie niet gedacht hadden en die echt als ja, een toevalstreffer in jullie schoot kwamen? Zeker wel. Kijk, laat ik beginnen met het feit dat we, als, dat we uitgeroepen zijn tot het meest duurzame bedrijf wereldwijd door Corporate Knights, is op zich geen doelstelling voor ons. Het is een fantastische bijkomstigheid dat we daarop gewaardeerd worden. Dat is de erkenning. Dat is de erkenning, maar dat is niet, dat, nogmaals, niet de goal. Om het twee toch wel bijkomstigheden te noemen die we vooraf niet hebben gezien, is ook in de plenaire sessie werd net genoemd dat onze shareholders zijn aan het veranderen. En daarmee bedoel ik, het worden meer stakeholders. Hè. Dus de shareholders vaak een beetje op zoek naar snelle winstgevendheid, maar dat is niet meer wat het is. We krijgen veel meer stakeholders als aandeelhouder, die ook voor de langere termijn zeg maar, willen investeren in een onderneming als Schneider Electric. Dat hadden we vooraf eigenlijk niet durven te bedenken. Dat is één. En de tweede, wat we ook vooraf niet hadden bedacht, is dat we een stuk aantrekkelijker worden voor de nieuwe generatie werknemers. Dus als je kijkt naar ons, wie er reageert op openstaande vacatures, zijn dat echt wel de jongere mensen die daarop reageren. En als je dan aan ze vraagt, wat drijft jou nou om voor ons te komen werken? Ja, wordt eigenlijk uit 8 van de 10 keer genoemd dat het sustainability stuk wat wij uitdragen en wat wij daar proberen in te betekenen, voor hun wel een drijver is om voor ons te komen werken. En dat is fantastisch, maar eigenlijk nooit bedacht van tevoren. Ja. Dus Sander, de War on Talent zijn jullie aan het winnen door duurzaamheid echt uit te dragen en ook niet enkel uit te dragen als provider, maar ook als zelf te realiseren. Ja. Jullie zeggen vaak ook, duurzaamheid is echt een opportuniteit eerder dan een bedreiging. Wat zijn daar voor u de voornaamste elementen? Ja, het is een sustainability pace. Hè, dat staat ook hier op deze slide. Sustainability betaalt zich uit. Als je zeg maar, aangezien zeg maar, het implementeren zeg maar, en het uitvoeren van een sustainability programma, een sustainability strategie, dat levert heel veel op. Het kost weinig. Maar het levert heel wat meer op. Dat zie je ook bij investeerders. Investeerders die investeren graag in bedrijven die een sustainability strategie hebben. Die dat ook uitvoeren. Die worden gezien als innovatieve bedrijven. Hetzelfde wat Sander net aangaf over de jongere generatie tot 35 jaar. Die kijken echt heel duidelijk van het sustainability vlak. Dat staat bij hun hoog in het vaandel. Zij willen heel graag werken voor een innovatief bedrijf. Die die doelstellingen ook heel hoog in het vaandel zelf heeft staan. En ook uit probeert te voeren. En als derde punt, heel belangrijk voor sustainability, is dat je zeg maar, meer klanten bereikt. Je boort eigenlijk meer afzetkanalen aan, omdat je klanten die eisen van leveranciers ook steeds vaker een programma van sustainability. Dus dat is heel duidelijk iets wat noodzakelijk is om zeg maar, te kunnen leveren aan je klanten. Als je kijkt naar de volgende slide, en dat is iets wat ik toch even naar voren wil brengen. Velen van u die nu zitten te kijken, die zijn misschien aan het beginpunt van hun strategische doelstellingen, van hun sustainability doelstellingen. Misschien zijn er al een aantal bedrijven geweest die al wat stappen hebben gemaakt. Die zitten dat meer naar een established fase gaan. En je hebt de leading bedrijven. En die leading bedrijven, dat zijn vaak de grotere bedrijven, die ook zeg maar, hun value chain, hun supply chain, meer naar een decarbonisatieniveau willen gaan brengen. Dus het verlagen van je carbon footprint. En dat zeg maar over heel de supply chain. Kijkend naar het begin, nou, dan kun je eigenlijk al denken aan het vergroenen van je energie, van je elektriciteit, van je gas, middels het kopen van certificaten. Dat kan een groen certificaat zijn, dat kunnen donkergroene certificaten zijn, wind. Dus je kunt ook beslissen zelf te investeren in hernieuwbare energie. En je kunt, dat kun je als tweede doen natuurlijk. Je kunt investeren in hernieuwbare energie, zeg maar het vervangen van de energiebron. En als je nou meer naar advanced gaat, dan kun je kijken van een stukje continue reporting, sustainability reporting. Je duurzaamheidsimpact van je doelstellingen die je hebt, om die ook goed te meten en continu te meten. Daar zijn een aantal standaard reporting tools voor. CDP is er daar eentje van. Die labelt ook jouw resultaten. Labelt die jou als
label A, nou, dan ben je echt heel goed bezig. Hè. Maar als je start, dan zit je vaak op level C. Of misschien begin level B. Nou ja, dan heb je nog wat werk te doen om je sustainability doelstellingen te bereiken. Als je dan gaat kijken naar de volgende slide. Die wil ik toch even laten zien. Hier zie je een waterval. Als je al die vijf blokken ziet, en die heb je opgenomen in je sustainability programma, ja, dan ben je heel goed bezig. Dan heb je zeg maar de volledige controle over je strategie, als je die dan ook goed uitvoert. Maar je kunt ook zeg maar per blok gaan kijken. En als je per blok, aan de rechterkant heb ik nog wat uitleg gegeven, als je nog één keer zou willen doorklikken. Het efficiëntieverhaal natuurlijk, hè? Het verder reduceren van je consumptie. Er zijn heel veel bedrijven die nu zullen denken van, maar ik heb al zoveel gedaan om mijn productieproces op orde te krijgen, om het efficiënter te laten produceren. Maar daar zijn limieten aan, hè? En dan moet je eigenlijk kijken naar de volgende stap, hè? Het is eigenlijk een traject dat je moet afleggen als bedrijf, startende... Met de gemakkelijke stappen die je kunt zetten om dan te evolueren naar... Maar belangrijk is wel dat het onderdeel wordt van je strategie. Exact. Als dat het niet is, dan wordt het heel lastig om het te drijven. En wat is dan de volgende stap? De volgende stap die je dan kunt nemen, en dat is het blokje groen, dat is replacement. Hè, dat is gaan kijken van, oké, hernieuwbare energie. Hoe kan ik mijn huidige energiebronnen vervangen? Of deels vervangen door hernieuwbare energie. Dat kan zijn wind, dat kan zijn solar. Maar je kunt ook denken aan elektrificatie van je processen. Mm-hmm. Dat is een behoorlijke stap die je maakt. Dat is niet altijd even makkelijk. Ja, dan moet je technologie goed kiezen. Dan moet je de technologie heel goed kiezen. Maar het is wel een belangrijk punt om daarover, ja, om dat door te ontwikkelen. Om daarover door te denken. Want ja, ook in Nederland, hè, zie je, men moet van het gas af. Dus je wordt verplicht ook door de overheid die ontwikkeling te stimuleren binnen je bedrijf. En als laatste wat je ook zag is het verhaal van de biodiesel. Je hebt nu brandstoffen die je misschien gebruikt, fossiele brandstoffen. Nou, dat kan overgenomen worden door biobrandstoffen. Als laatste, je zie je als de credit offset staan, het ene laatste blokje. Datgene wat je niet middels hernieuwbare energie kunt ondervangen, dat kun je zeg maar ondervangen door... het kopen van certificaten. En zit daarmee zeg maar, het resterende verbruik te compenseren. Natuurlijk zie je ook het stukje transportatie, transportation, je wagenpark vergroenen. Logistiek vergroenen. Dus eigenlijk de boodschap is, elk bedrijf, groot of klein, kan eigenlijk starten met goed na te denken waar liggen mijn impacten op de verschillende domeinen. Ja. En voor zichzelf een eigen traject uit te stippelen om stap voor stap eigenlijk dit te implementeren. Ja, ik zeg altijd begin. Begin klein, maar denk na over je strategie. Denk na over je doelstellingen. En ja, maak dat een meerjarenplan. En ja, wij als Snijder kunnen daar altijd bij helpen. En dat doen wij ook. Hè. Wij verfijnen een strategie die een bedrijf heeft opgesteld. Wij helpen het mee te realiseren of de resultaten of de doelstellingen te versnellen. Jullie kijken naar technologie die bestaat, implementeerbaar is of niet, waar dat een klant naartoe kan gaan eigenlijk. Ja. Nee, zoals het filmpje ook heel duidelijk aangeeft, we zijn onderdeel van de oplossing. Hè. Dus dat betekent natuurlijk ook, ja, onze eigen fabriek, onze eigen gebouwen doen we, dus daar doen we ervaring mee. Maar ook, ja, ondanks dat we groot zijn, hebben wij ook niet alles. Dus we zijn onderdeel van de oplossing om het te doen. Dat is wel heel belangrijk om het gezamenlijk te drijven, absoluut. Ja. Bedankt. Dus het voorbeeld van Schneider Electric toont heel duidelijk aan dat de weg naar klimaatneutraliteit mogelijk is. Het is mouwen opstropen, zou ik zo zeggen. En een eigen strategie, een eigen doelstelling op papier te zetten. Ja. U te laten begeleiden door de juiste partners. En eigenlijk de beklimming naar de berg, vind ik een heel mooi beeld, te starten. Met kleine stappen. Wat een aanvulling is, als er een plan is en het plan zou niet werken, verander dan wel het plan, maar niet de goal. Exact. Dat is dan wel het advies. De vlag, je wilt de bergtop bereiken. Exact. Ja. In ons tweede bedrijfsgetuigenis gaat Van de Moortel daar verder op in. Van de Moortel heeft recent zijn duurzaamheidsstrategie herzien. En Amélie Aurélie Comer, Group Sustainable Manager van de Moortel, schetst ons langs de ene kant hoe dat zij duurzaamheid aanpakken, wat hun uitdagingen daar zijn, maar ook vooral hoe dat zij kijken naar klimaatneutraliteit en hoe dat zij klimaatneutraliteit binnen Van de Moortel dan aanpakken. MUZIEK.
Van Moogle is een familiebedrijf sinds 1899 en ondertussen zijn wij uitgegroeid tot een internationaal voedingsbedrijf. Wij hebben 30 productiesites in Europa en een 5000-tal medewerkers. Wij zijn actief in twee business lines, enerzijds de bakkerijproducten en anderzijds de margarines, culinaire oliën en vetten. Van Moogle heeft een nieuwe duurzaamheidsstrategie gelanceerd, waarbij we 3 doelstellingen voor de komende 5 jaar hebben geformuleerd. Balanced nutrition, enhancing lives and protecting nature. Daarnaast hebben we 12 commitments en één van deze commitments is klimaatneutraliteit bereiken. Daarom hebben we ons geëngageerd tot Science Based Target initiatief. Klimaatneutraliteit bereik je natuurlijk niet van vandaag op morgen. Wij zien 3 grote uitdagingen. De eerste uitdaging is het verder reduceren van het gebruik van fossiele brandstoffen. Op vandaag hebben wij nog steeds gas nodig voor een aantal productieprocessen, zoals de ovens in onze bakkerijdivisie. Daarnaast is het ook noodzakelijk om draagvlak te gaan creëren bij onze leveranciers bijvoorbeeld, om zo samen aan die scope 3 te kunnen werken. En als allerlaatste is data en rapportering, zowel intern, het verder automatiseren van onze data, als ook extern ons scope 3 data gaan beheren. Op die manier krijgen we een beter inzicht van onze totale carbon footprint. Van Moogle is ervan overtuigd dat we nu moeten schakelen en niet willen wachten tot klimaatneutraliteit ons wordt opgelegd door een klant, door wetgeving. We zien ook dat andere stakeholders, zoals medewerkers, het cruciaal vinden dat we rond klimaat acties ondernemen. Aangezien Van Moogle nog geen oplossing heeft voor elke uitdaging, is kennisuitwisseling echt wel cruciaal. Zowel de SHIFT als de Belgian Alliance for Climate Action helpt ons hierin. Zij hebben een faciliterende rol. Zij brengen de juiste partijen bijeen dankzij hun groot netwerk. Daardoor kunnen wij kennis uitwisselen, ideeën opdoen, leren van elkaar. En dit is echt wel cruciaal voor ons en helpt ons vooruit in deze fase. Intussen werken we onze klimaatstrategie steeds verder uit. Sinds 2020 is al onze elektriciteit afkomstig van hernieuwbare bronnen. Daarnaast gaan we ook zelf hernieuwbare energie opwekken. Zo komt onze ultieme doelstelling steeds meer in zicht, een klimaatneutraal bedrijf te worden. Bij mij zit ondertussen Bart Corijn, Change Facilitator. Het filmpje toont heel duidelijk aan dat er uitdagingen zijn, maar dat er ook oplossingen zijn. Bart, jullie hebben Van de Moogle begeleid binnen het industriepartnerschap met het traject Science Based Targets. Hele mond vol. Maar wat houdt dat nu exact in, die Science Based Targets? Inderdaad, Patrick. De naam Science Based Targets is hier al een paar keer vermeld geweest en het klinkt wat... Gigantisch. Opnieuw wat een berg. Over, ja, opnieuw een berg. Maar eigenlijk, als je terugbrengt tot de essentie van de zaak, is het heel eenvoudig. Je start van het klimaatakkoord van Parijs, 2050, temperatuuropwarming onder 1,5 graad. Wat kan je daarmee doen als bedrijf? Niks. Uiteindelijk niks. Maar wat doet het Science Based Targets initiatief en de methodologie? Zij hebben het brede klimaatakkoord van Parijs vertaald naar doelstellingen die voor jouw bedrijf toepasbaar zijn. Met andere woorden, zij vertalen het naar een horizon, een tijdshorizon die bruikbaar is voor een bedrijf. En zij vertalen het ook naar een metriek die je als bedrijf kan gebruiken. En eigenlijk garandeert die methodologie jou dat je je fair share binnen het Klimaatakkoord van Parijs opneemt. En daarvoor, dat heeft Aurélie ook vermeld, wordt je CO2-uitstoot in een aantal scopes verdeeld. Scope 1 en 2 zijn de zaken die je bij wijze van spreken direct kan beïnvloeden. Scope 3 is de uitstoot die in je supply chain of via andere bronnen, maar die je minder onder controle hebt, kan reduceren. Dus scope 1 is uw elektriciteit, uw gas, inderdaad.
logistiek, uw eigen logistiek. Eigen logistiek en dergelijke. En scope 3, dan praten we over leveranciers. Wat gebeurt er met je afval en dergelijke. En dan moet je met je supply chain en uiteraard met een veel breder ecosysteem van spelers in gesprek gaan, waar Aurélie ook naar verwees. Maar waarom stappen dan eigenlijk bedrijven in de traject? Wat is hun drijfveer? Want je zou zeggen, laten we wachten totdat ik iets opgelegd krijg. Hè? Ja, uiteraard. Dat is één mogelijkheid. Maar ik denk dat er voldoende druk van buitenaf komt. Een aantal bedrijven zien dat komen vanuit investeerders. Dat heeft Schneider Electric ook vermeld. Van je stakeholders, zowel suppliers als klanten. Sommige bedrijven worden echt door hun suppliers aangesproken. Dit verwachten wij van jullie, dat je tegen die datum in een science-based targets traject stapt. Ook medewerkers spreken bedrijven daarop aan. Dus ik denk dat de druk echt van verschillende fronten tegelijk aan het komen is. En daarom hebben wij ook geprobeerd die Belgian Alliance for Climate Action, die community, op te richten om die methodiek breder bekend te maken. En hoe pakken jullie dat dan aan? Jullie zetten die bedrijven samen? Of, Ja, dus wat wij doen is, wij bouwen inderdaad een community waar we enerzijds een brede educatieve werking rond opzetten. Wij hebben dus events waar we topics zoals carbon footprinting of target setting aankaarten. Maar tegelijkertijd brengen wij ook spelers samen in kleine groepjes. Wij hebben bijvoorbeeld alle KMO's samengebracht, we hebben de retailers samengebracht, we hebben recent de bouwsector samengebracht, want de uitdagingen die zijn toch net weer iets verschillend per sector. Iedereen heeft zijn eigen product, zijn eigen waardeketen, zijn eigen processen. Inderdaad. Een bank bijvoorbeeld, die heeft weinig aan de informatie die bijvoorbeeld een voedingsspeler nodig heeft. Maar als zij samen met elkaar in gesprek kunnen gaan, dan kunnen zij ook heel veel leren van elkaar. Dus jullie zoeken eigenlijk ook naast bedrijven die bereid zijn om stappen te zetten op weg naar helpen jullie om die strategie, maar jullie zoeken ook naar de juiste partners. Ja, inderdaad. Om ze samen te brengen. Ja, want onze community van dus Belgian Alliance for Climate Action verenigt niet enkel spelers die aan het begin van het traject staan. Wij hebben ook spelers in die community die reeds heel ver staan. De grote namen uit deze wereld zijn daarbij. Dus wij hebben bij wijze van spreken zowel mentors als mentees. En het is juist dat wat de kracht van onze werking momenteel uitmaakt. Wij kunnen ook experten vanuit het Science Based Targets initiatief uitnodigen of wij halen er consultants bij. Dus wij trachten op alle vragen in die community een antwoord te bieden. Want ik kan mij inbeelden, voor een groot bedrijf zijn de opportuniteiten, wat zo moet ik het ook benoemen, hè. Er zijn er al verschillende aan bod gekomen, hè. Ook het aantrekken van de war on talent, het aantrekkelijk zijn als bedrijf naar de toekomst, naar alle shareholders, maar ook naar uw medewerkers. Maar ligt dat niet, misschien net niet iets anders bij een KMO? Ja. En hoe overtuigen jullie die? Juist, want dat was voor ons bij de start van dit project wel een groot issue. Het Science Based Targets initiatief is ontstaan een vijftal jaar geleden en was vooral gericht op de echt grote multinationals. Waar ook de winst. Inderdaad, waar de grootste impact zat. Ja. Maar meer en meer spreken die spelers ook kleinere suppliers aan en er was eigenlijk niet echt een bruikbaar traject voor KMO's. Dat is veranderd in april vorig jaar. Toen wat is het verschil daar dan qua aanpak? Ja, dus eind vorig jaar is er een specifiek traject ontworpen voor KMO's. En KMO's moeten vanuit het Science Based Targets initiatief enkel targets stellen voor scope 1 en 2. Dus op die manier wordt het een heel stuk eenvoudiger en zie je ook direct hoe er een soort watervaleffect kan ontstaan. Hè? Want de scope 3 van de grote spelers zal vaak de scope 1 en 2 zijn van hun leveranciers. En op die manier merk je dat ook voor KMO's dit een aantrekkelijk onderwerp wordt. Dat je eigenlijk, als je dat beeld van die berg neemt, dat de grote bedrijven aan de top staan van de berg,
en eigenlijk een sneeuwbaleffect teweeg brengen naar beneden toe. En dat gebruiken jullie als hefboom ook. Ja, ja, zeker. En het is ook iets wat het Science Based Targets initiatief zelfs gemerkt heeft bij onderzoeken, dat als bepaalde sectoren aan de top starten, zoals je zelf zegt, met grote spelers, dat zij na een aantal jaar de suppliers van die sectoren ook zien verschijnen in hun programma. Dus het werkt wel degelijk om op die manier dus een volledige sector en een ecosysteem aan spelers mee te krijgen. Dus eigenlijk, uw boodschap is ook naar KMO's, dit is niet een moeilijk traject, stap er nu in, want je gaat vroeg of laat door uw klant in uw waardesysteem aangesproken. Inderdaad. Dat is eigenlijk het signaal dat wij vanuit de Shift en WWF, want het is een joint, de Shift-WWF-project, willen geven. Dit is een oefening waar eigenlijk iedereen mee aan de slag moet. En wanneer zou jij blij zijn met bereik? Wanneer denk je van job well done? Als je mag dromen. Toen we dit project opstarten, en dat was ongeveer 2 jaar geleden, was mijn ambitie om na de start en na 3 jaar, dus 3 jaar na onze start, met minstens 100 bedrijven daar te staan. We zijn nu nog geen jaar verder en we hebben reeds 80 leden. Dus dat vinden we echt wel mooi. En ze komen niet met grote trossen binnen. Niet met honderdtallen. Met honderdtallen, maar wij krijgen vragen uit zeer verrassende hoek van spelers die we het nooit verwacht hadden. Dus dat wil zeggen, je bent eigenlijk optimistisch gesteld. Ik ben zeker optimistisch dat op dit niet ogenblik. Elk bedrijf klimaatneutraliteit als een bedreiging, maar dat er meer bedrijven zijn die het aanzien als een opportuniteit. Ja, zeker. En ik denk dat dat een heel mooie boodschap is die we zeker moeten meegeven. Bedankt, Bart. En natuurlijk, klimaatneutraliteit en grondstoffen zijn sterk gekoppeld. Dat zal veranderen, zoals Bart heeft uitgelegd daarnet. Als de grondstoffenproducenten ook klimaatneutraal worden, dan gaat het grondstoffenverhaal ook vooral een verhaal worden van beschikbaarheid. Denk aan de prijsstijgingen, de volatiliteit van de prijzen. Reden waarom dat we in het industriepartnerschap ook kijken naar die circulaire economie-strategie, waarom ook dat de Green Deal daarover gaat. En daarom willen we ook kijken naar een wervend voorbeeld en bedrijfsgetuigenis van Q-Light. Met Jeroen Rijmakers, circulair en business development manager, laten we zien hoe dat zij hun product circulairder maken, maar ook de levensduur van hun product verlengen en daardoor echt een stap zetten naar die circulariteit. Laten we kijken. Q-Light is al meer dan 30 jaar Belgisch-Nederlands digitaal displayfabrikant. Iedereen kent eigenlijk onze oplossingen, maar niet ons merk Q-Light. We zijn met meer dan 100 werknemers, verdeeld over 4 vestigingen in de Benelux, waarvan 1 fabriek in Baarle-Hertog, Terbaal-Nassau. Enkele van onze oplossingen zijn apothekerskruizen, digitale scoreborden en eigenlijk alle parkeergeleiding in de Benelux, van Antwerpen, Hasselt, Kortrijk en Amsterdam bijvoorbeeld. We hebben een duidelijke ESG-strategie. We hebben als doelstelling om tegen 2023 koploper in onze markt te zijn op vlak van environment, social en governance. We zijn momenteel al CO2-neutraal en we hebben als doelstelling om tegen 2023 20% van onze verkoop uit circulaire producten te halen. De evolutie naar een circulair businessmodel lukt niet op één dag. Het is belangrijk om eerst en vooral de werknemers mee te krijgen in je verhaal en daarna ook je toeleveranciers. Zo werken we met zoveel als mogelijk lokale leveranciers om de keten kort te houden, weinig transportbewegingen te hebben en werkt onze productie eigenlijk op 100% eigen opgewekte groene stroom. Bij een circulair businessmodel hoort ook een circulair product. Hiervoor staat het productdesign centraal. Wanneer wij producten ontwerpen, kijken we altijd naar het efficiënt kunnen uitvoeren van onderhoud, de upgradebaarheid voor levensduurverlengingen en de demontagemogelijkheden. We doen dit alles in eigen beheer, dus het ontwerp, productie, plaatsing
upgrades en ook het terughalen van de product naar onze fabriek in Baarle-Hertog, waardoor dat we eigenlijk de volledige keten beheren, waardoor dat wij het meeste impact kunnen maken op vlak van levensduurverlenging en milieu-impact die daaruit volgt. Ook in het gebruik van onze producten staat duurzaamheid centraal. Door het modulaire productontwerp kunnen we het product niet alleen goed onderhouden, maar kunnen we het ook refurbishen of upgraden. Hierdoor kunnen we het product niet 10 jaar, maar 15 jaar lang up-to-date houden. We kunnen zo de beeldkwaliteit upgraden en ook de energieefficiëntie verhogen tijdens de levensduur. Binnen onze circulaire strategie past ook het circulaire display as a service model, ofwel DaaS. Hier kopen klanten geen product aan, maar betalen ze een kwartaal of een jaar fee gedurende een periode van 8 tot 15 jaar. Die fee is eigenlijk all-inclusief voor de plaatsing, onderhoud, upgrades en de demontage van het product. Het is zelfs mogelijk om de energierekening bij in de fee te schuiven. Wanneer een klant kiest voor een kortere periode van 8 jaar, dan halen we het product terug naar onze fabriek, upgraden wij het op energieefficiëntievlak en beeldkwaliteit en zetten we het weer neer bij een andere klant, zodat we toch die optimale termijn van 15 jaar kunnen behalen. Om onze circulaire transitie te versnellen, zijn wij een samenwerking aangegaan met Siris en Vito. Specifiek met Vito hebben we een dynamische tool ontwikkeld, waarmee we de CO2-impact en de materiaalimpact van onze standaard ledschermen en circulaire ledschermen kunnen berekenen in verschillende businessmodellen. Verder hebben we ook gekeken met hen naar de financiële risico's en de uiteindelijke DaaS-fee die we zullen moeten vragen aan onze klanten. Een circulaire transitie gebeurt dus niet in één dag. Het is belangrijk om al je stakeholders, van werknemers, productie, R&D en sales, maar ook je leveranciers en je klanten mee te krijgen in deze transitie. Na dit wervend filmpje heb ik hier bij mij Jeroen Gilabel, onderzoeker Circular Business Innovatie van Vito. En beide zeer zware experten in het vlak van circulaire economie en al jaren bezig om de circulaire economie in Vlaanderen vooruit te helpen. Jullie hebben alle twee Q-Light ondersteund in hun traject en het blijkt dat dat toch ook weer opnieuw een traject is van lange adem. Maar hoe begin je daar nu aan, Jeroen, als bedrijf? Is dat gewoon iemand die in een bedrijf een idee heeft, ik wil circulair worden en that's it? Of... Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Het kan inderdaad zeer klein en concreet beginnen. Hè, want de circulaire economie gaat over het sluiten van kringlopen. Het gaat over het beheren van producten als assets, meer dan als flows en transacties. En dus als wij met bedrijven aan de slag gaan, dan gaan we altijd eerst kijken samen met hen hoe dat eigenlijk hun producten in hun hele waardeketen verlopen. En niet alleen dus de supply chain, maar ook als ze het bedrijf verlaten, tijdens hun gebruik, na gebruik, wat gebeurt er dan mee? En daar zitten eigenlijk al vaak startpunten om aan de slag te gaan met circulaire innovatie, omdat er eigenlijk heel vaak ook waarde nog gecapteerd kan worden in die latere levensfases. En als je dat kan vastgrijpen als bedrijf, dan kan je meer toegevoegde waarde leveren. En in het geval van Q-Light was dat bijvoorbeeld enerzijds de restwaarde van hun displays waar dat nog materiaalwaarde voor recyclage in zat. En anderzijds het demonteerbare design waar dat ook nog heel veel mee te doen was. Ja, heel vaak in een lineair model wordt dat niet gezien. Maar Thomas, wat is nu uw tip voor bedrijven die willen starten? Stel dat we vandaag 5 bedrijven inspireren. En ze bellen nu. Welke tip geef jij mee? Het eerste wat ik zou willen zeggen is, het belangrijkste is dat je start. En het maakt eigenlijk niet uit waar dat je precies start. Is het al met productontwikkeling? Kijk je naar je verdienmodel? Kijk je naar efficiënte materiaalstromen? Allemaal prima. Het belangrijkste is om te starten. En op een bepaald moment vind je als bedrijf wel dat die zaken eigenlijk aan elkaar gekoppeld zijn. En komen die andere facetten sowieso ook in beeld. Dus dat wil zeggen, concreet... ga na in uw bedrijf waar dat er al van de thema's die leven, waar dat er al het meeste tractie is, waar is het meeste goesting. En dat is belangrijk om daarmee eigenlijk een team samen te stellen. Nieuw, medewerkers. Medewerkers binnen het bedrijf, daar start je natuurlijk, die al drive hebben en die de energie hebben om te starten. Dus dat is het eerste. En een tweede punt is dan, oké, wat zijn nu de elementen waar dat we kunnen opbouwen? Daarvoor zou ik kijken,
En elk bedrijf heeft al elementen die ze goed doen. Meestal recycleren ze hun verpakkingsafval. Bijvoorbeeld, hè, is al recyclage of de producten zijn al modulair of ze hebben al een of andere vorm van dienst of wat ook. Dus gebruik die en begin daarop verder te bouwen. Dan, om te zoeken waar dat de opportuniteiten liggen, daar hebben we een tool voor ontwikkeld en dat is de CESAR-tool. En die kunnen ze natuurlijk ook benutten om de eerste stap te zetten. Die eigenlijk een mapping geeft en u richtingen aangeeft. Hè? Ja, die gaat uitgaan van het type bedrijf en het type product. Gaat die dan een aantal pistes aanreiken die meer dan waarschijnlijk rechtszinvol zijn voor dat bedrijf. Vaak wordt bij een circulair product zo het woord ecodesign, moduleerbaar, als een van de meest belangrijke elementen. Maar opnieuw, ja, hoe maak ik mijn product circulairder? En wat is dat überhaupt? Dat is een goede vraag, Patrick. De circulair design, of ecodesign, circulair design, sluit natuurlijk nauw bij elkaar aan, is natuurlijk een belangrijk vertrekpunt, want als je producten zo kan ontwerpen dat ze langer meegaan, ten eerste, dat ze ook makkelijker terug gedemonteerd worden om onderdelen te vervangen of om te recycleren, dat is allemaal op zich de ideale weg. Maar het is natuurlijk pas interessant als bedrijf vaak om te investeren in een meer circulair productdesign, als je die waarde ook zelf achteraf kan gaan capteren. En dat is natuurlijk in het lineaire verhaal van vandaag voor veel bedrijven nog niet het geval. Dus daarom ook dat we eigenlijk altijd ook benadrukken en ook werken op het samengaan van wat doe je rond productdesign en wat doe je rond je businessmodel. Want het is in die combinatie dat je dan eigenlijk kan de beste afwegingen gaan maken. En dat is ook hoe dat we Q-Lite hebben eigenlijk ondersteund, hè, door die dynamische rekentool te kunnen aanbieden, konden ze eigenlijk telkens een bepaald product, en dus zijn design, gecombineerd met een bepaald businessmodel gaan beoordelen op vlak van economische aspecten en op vlak van CO2-impact en materiaalgebruik. En dan konden ze eigenlijk al zien van wat is vandaag een goede piste om naar de klanten te brengen, maar ook waar zijn inderdaad de bottlenecks of de hotspots, de opportuniteiten om te gaan verbeteren in je design richting morgen. Dat klinkt allemaal rooskleurig, maar zijn er ook valkuilen, Thomas? Want ecodesign... Ja. Een van de grote valkuilen, en dat zien we jammer genoeg regelmatig wel eens gebeuren, is dat er inderdaad met veel enthousiasme, en dat is tof, gevlogen wordt op het productontwerp. Heel vaak technisch ook, hè? Heel technisch, goed doorengineerd, met alles erop en eraan, recycled, recyclable, alles erop en eraan, knap. Alleen is soms dan het eindresultaat een product dat te duur is om eigenlijk in uw klassiek verkoopskanaal. En dat is hetgeen dat Jeroen al gezegd heeft, maak zeker dat ook uw verdienmodel daar is. En een tweede heel belangrijk punt is ook gaan kijken in uw waardeketen. Heb jij een probleem van een klant opgelost? In die waardeketen is nagaan wie verdient er nu al geld met mijn product eens ik het verkocht heb. Je product eens googelen om het te voilà, Google dat is. Ja. Wie doet daar service op? Wie verkoopt dat tweedehands? Waar wordt dat gerecycleerd, et cetera? En het is door die informatie is wat we gaan opzoeken, gaan samenbrengen, die nood van die klant heel goed te begrijpen, dat je eigenlijk pas je ontwerpstrategie kunt bepalen die je dan loslaat op je product. Dus echt waardeketen denken. Daarnet zei Jeroen Rijmakers van Q-Lite, want we hebben twee Jeroens hier rond de tafel, display as a service. Hè. Iedereen kent wel light as a service. Dat zijn die nieuwe businessmodellen waar dat men eigenlijk gaat proberen te optimaliseren. Maar kan elk bedrijf dat implementeren, Thomas? Voor elk product? Wel, dat sluit goed aan bij de vorige vraag eigenlijk. Want waar dat we zien bij bedrijven, waar dat typisch de bedrijven die dat wel succesvol in de markt zetten, is dat het gaat voor producten die ontworpen zijn met een zeer hoge kwaliteit en ontworpen voor een heel lange levensduur. En per definitie zijn die producten door ontwerp, productie en of installatie eigenlijk relatief kostelijk, waardoor de marge in een klassiek verkoopskanaal eigenlijk beperkt is. En vandaar dat het dan erg zinvol kan zijn om die in een dienstenverband eigenlijk in de markt te zetten. Dus Jeroen, ik ben een bedrijf. Ik heb een zeer duur product. Ik ga het gewoon as a service verdienen. Maar zijn er dan geen moeilijkheden? Absoluut. Anders denk ik dat we het vandaag ook al veel meer zouden zien. We zien wel een aantal experimenten. Hè. Light as a service, cooling as a service,
Ja. Er komt wel iets, maar het is geen verbreding. Hè? Nee, en ook bij bedrijven of in sectoren, bijvoorbeeld printing, paper copy, dat is op zich al een verhaal dat al jaren meegaat, maar ook daar zien we dat die spelers, die industriespelers, dat eigenlijk ook al een jarenlang traject is geweest van een omvorming van een productiebedrijf naar een dienstenbedrijf. Want dat is eigenlijk de omslag die je moet maken. En dat brengt met zich mee dat je eigenlijk heel wat nieuwe onzekerheden als bedrijf hebt om mee om te gaan. Want als je producten verkoopt, dan eindigt de onzekerheid meestal wel bij de verkoop, hè, of de risico's. Maar als je een dienstenbedrijf bent, ja, dan blijft natuurlijk ook die risico van, ja, gaan mijn klanten blijven betalen? Gaan de consumables of de energiekosten bijvoorbeeld die in mijn contract zijn inbegrepen, gaan die niet stijgen? Is er nog een marktwaarde voor mijn producten na hun gebruiksfase bij de eerste klant? Dus dat zijn allemaal zaken die je moeilijk kan voorspellen. Hè. Het is heel moeilijk vandaag de dag om eender wat te voorspellen in de toekomst uiteraard. Maar ook daar is net een meerwaarde om eigenlijk die business cases dynamischer te gaan bekijken. Zodoende dat je die parameters en die onzekerheid, hè, bijvoorbeeld van die grondstofprijs of energieprijs, om die eigenlijk ja, niet te kunnen exact voorspellen, maar wel te kunnen kijken in welke mate zijn die belangrijk om mijn totaalplaatje te laten kloppen of niet. En dat is vaak, Thomas, als ik zo goed begrijp, het element dat bedrijven niet weten. Hè. Ze zijn goed in het design, in het technologische, maar die andere parameters... Ja, daar komen inderdaad nieuwe competenties bij kijken. Hè. Het is een ander soort spel dat daar gespeeld wordt. Hè. Als je uit een productiebedrijf in zo'n context komt, zit je goed in dat ontwerpen, het in de markt zetten, de verkoop, et cetera. Maar in een dienst, als je een dienst aanbiedt, gaat je een volledig andere relatie aangaan met je eindklant, met die eindgebruiker. Die interactiemomenten die gaan veel frequenter zijn, die gaan intenser zijn, de inhoud daarvan gaat anders zijn. Je gaat ook veel meer informatie nodig hebben. En dus heb je nieuwe competenties nodig om daarmee om te gaan. Dat is stap 1. 2. Heb je ook een aantal mogelijk nieuwe digitale technologieën nodig om je product te kunnen tracen. Track and trace, condition monitoring, dat soort toestanden. Die zijn in zo'n context nuttig en nodig. En die twee elementen samen die maken dat dat toch wel die structuur ver kan afstaan van het klassieke maakbedrijf. En als gevolg is dat de bedrijven die daar stappen in vooruit zetten, dat die veelal die dienstverlening in een afzonderlijke, minstens een afzonderlijke afdeling positioneren. En de echte voorlopers die splitsen zelfs afzonderlijke entiteiten af om specifiek die as-a-service producten in de markt te zetten. Dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, Jeroen, een van de uitdagingen is, het zijn kleine stapjes, het zijn experimenten. Maar hoe beheer je als bedrijf zowel een nog lineair verkoopsproces als een as-a-service dat daar parallel aan ontstaat in verschillende gedaantes, om het quasi zo te zeggen? Dat is inderdaad een andere zeer grote uitdaging waar dat bedrijven ook in moeten groeien. Want vaak zijn inderdaad productiebedrijven of maakbedrijven die dan zaken verkopen, zijn die marktsegmenten ook vrij gespecialiseerd of echt gefocust op een bepaald marktsegment. Hier krijg je eigenlijk net de mogelijkheid, maar ook de moeilijkheid dan, om verschillende marktsegmenten te gaan bedienen. Hè. Premium segmenten met nieuwe producten, maar dan producten die je hebt teruggenomen bij die premium klanten in een tweedehands formule bijvoorbeeld. Maar dat betekent inderdaad dat je die producten, ja, de staat van die producten moet gaan bijhouden, de hele logistieke flows gaan optimaliseren. Dus daar gaat natuurlijk de link met de digitale revolutie, zeg maar, is daar natuurlijk zeer belangrijk, hè, met Internet of Things en alle sensoren. Uiteraard vaak ook een grote investering. Dus ook daar is het zaak van, ja, probeer al stapjes te zetten met zaken, ja. Het fijne is dat je dat vaak ook met kleine nichemarkten, dat de volumes laag blijven, kan je al experimenteren, kan je leren, om ook dan eigenlijk te weten waar moeten we dan gaan investeren, in welke type sensoren, welke data hebben we eigenlijk nodig, welke zijn cruciaal om dat op grotere schaal te gaan managen. Zijn er dan geen valkuilen, Thomas? Ja, wel. Je bent een negatieve man dan. Negatief. Ik wil hier absoluut niet de spelbreker zijn, absoluut niet. Het enige dat ik een beetje wil bewaken is dat we niet denken dat product as a service per definitie altijd circulair is. En daar moeten we toch even aandacht voor hebben. Het is niet omdat je iets leest dat het bijvoorbeeld, circulair is. Dus het doel van het circulaire of het als een dienst in de markt te zetten, is eigenlijk dat je als bedrijf die dat product in de markt zet, eigenlijk met minder kilo's materiaal
langer en meer functionaliteit kunt bieden. Nu, als je met een product als een dienst, een leasingmodel bijvoorbeeld, de consumptie aanwakkert en de verbruik en sneller einde leven genereert, autoleasing, deelsteps hier en daar, dan hebben we eigenlijk van het topic afgeweken. Ja. Nu, ik wil eindigen met een positieve noot. Ja. Er zijn tussen het klassieke verkoop en die products as a service ook heel veel andere hybride mengvormen die allemaal hun waarde hebben voor specifieke producten en diensten die zinvol zijn in een circulaire waarmee context. Je als bedrijf kunt experimenteren. En zoals Absoluut. Q-Light ook aantoont, zij verlengen de levensduur van hun product van 8 naar 16 jaar. Absoluut. Een heel mooi circulair voorbeeld. En zij mengen ook die verschillende modellen, hè, en tweedehands en levensduurverlenging en as a service, et cetera. Maar om nog even op dat voorbeeld terug te komen, Patrick, het is inderdaad zo dat onze scenarioanalyses lieten daar ook duidelijk zien van leasen kan een oplossing zijn, maar de leasetermijn moet lang genoeg zijn. Want als je natuurlijk 3-4 jaar als leasetermijn neemt en je gaat elke keer het product gaan verplaatsen en naar een nieuwe klanten of zelfs afdanken, dan kom je natuurlijk inderdaad slechter uit, zoals Thomas zegt. En daar zit hem ook een stukje weer die klantenrelatie, want klanten moeten ook bereid zijn om een voldoende lange termijn van contract aan te nemen. En klassiek willen bedrijven hun vooruitgang ook meten, hè, met doelstellingen. Q-Light sprak van 20% circulaire producten tegen 2023. Maar hoe meet je dat, hè? We spraken daarnet over die veelvoud van die granulometrie van circulariteit ten opzichte van het één product, de ene markt. Maar hoe meet je dat dan als bedrijf? Een hele uitdaging, absoluut. En typisch zijn er, laten we zeggen, 3 grote groepen. Een eerste is bijvoorbeeld hoe circulair is mijn product? In welke mate past mijn product in een circulaire context? Een tweede groep gaat dan meer over mijn bedrijf, de stappen die ik zet, wat is de vooruitgang die ik boek. En een derde deel is dan meer rond het ecosysteem, het waardeketen waar je in opereert. Hoe draagt dat bij tot de circulaire economie? En voor elk van die verschillende facetten zijn er tools. Er zijn kwantitatieve tools, er zijn kwalitatieve tools, er zijn heel complexe tools, eenvoudige tools, die allemaal hun merites hebben, die zijn allemaal zinvol, maar je moet ze op het juiste moment inzetten. Nu, dat is een uitdaging, dat is nog een heel kluwe, er komen ook elke dag meer nieuwe tools bij. En vandaar dat we dat toch een van de hot topics zetten ook voor het komende werkjaar, om rond dat meten van die vooruitgang in die circulariteit dat we dat toch wat meer op de agenda willen zetten. Dus eigenlijk, Jeroen, moeten we bedrijven helpen om zowel op hun product te werken als op hun doelstellingen? Schikt dat bedrijven niet af? Ik denk, het kan vandaag de dag nog altijd bedrijven afschrikken, maar we zien toch meer en meer bedrijven die er ook echt mee aan de slag gaan. En ik denk, om aan te vullen bij wat Thomas al zei, hè, rond het monitoren en meten, ik wil daar nog bij aanvullen dat het mag niet een overdreven engineering approach worden. Hè. Alles doorrekenen tot in de details, ook op vlak van duurzaamheid, is belangrijk als je ergens een bepaald moment een benchmark wilt zetten. Of om doelen te stellen, kan je uiteraard KPI's naar voren schuiven. Maar tegelijkertijd, op innovatievlak, om die concrete innovaties en circulaire oplossingen naar de markt te brengen, is er ook vooral nood aan een soort van experimenteer, leer bij en pas aan in functie van die grotere doelstellingen. Hè. Een beetje de start-up mentaliteit, zeg maar, op vlak van innovatie. En dus ik denk dat eigenlijk dat veel bedrijven die toch wel innovatie gedreven zijn, dat eigenlijk niet zo'n grote stap is om dan dat circulaire of dat duurzame innovatie erbij te nemen. Ja, zo. Dat is dus learning by doing. En ik hoop dat met dit voorbeeld jullie toch geïnspireerd zijn ergens om de stap te zetten. We hebben 3 wervende bedrijfsgetuigenissen op de weg naar duurzaamheid gezien. Om te komen tot die klimaatneutraliteit, om te komen tot meer circulaire producten en opportuniteiten te grijpen. Zoals gezegd, de weg is soms lang, met hindernissen, maar ook veelal, heb ik gemerkt, met oplossingen. Je moet niet heel de berg beklimmen in één keer. Je kunt ook kleine etappes nemen en u laten begeleiden, u laten inspireren. Jeroen. Wat is uw finale boodschap? Wat is voor u de silver bullet die de mensen thuis zouden moeten oppikken
van dit uur? Deep dive in duurzaamheid. Ik denk de silver bullet, als er alleen is, is vooral om te beginnen. Om aan de reis te starten en uiteraard bepaalde doelen te stellen en ergens een vlag in de toekomst te plaatsen. Zelfs als is die niet helemaal doorrekend. Nee, maar een duidelijke doel op hoog niveau, maar dan vooral aan die reis beginnen en inderdaad niet wachten tot je denkt van oké, het pad is helemaal uitgestippeld en 100% zeker. Start nou. Gewoon starten. Thomas, wat is voor u? Goh, ik zou de nadruk willen leggen op het samenwerken. Als je als bedrijf begint aan circulaire economie en je wilt alleen met je eigen bedrijf circulair worden, dan ga je in kleine cirkeltjes draaien. Dus je gaat moeten samenwerken. En om die samenwerking op te zetten, zou ik zeggen, kijk in je waardeketen en start ermee met voldoende vertrouwen naar elkaar toe. Ondertussen is Bart van de Shift ook terug bij ons gekomen zitten. Wat is voor u de boodschap? Als je als bedrijf nog zit te denken van ja, hoe pak ik in godsnaam die klimaatplannen aan, dan denk ik dat Science-Based Targets een geschikte methodologie is die je zowel een ambitieus als een credibel plan aanbiedt. En dan sluit ik me zeker aan bij de vorige spreker. Ook daar is samenwerking cruciaal. Marco van Schneider Electric, wat is voor u? Ja, mijn boodschap. Hè, zoals ik in het begin al heb gezegd, hè, sustainability pace. Hè, en begin. En dat hebben de heren hier ook altijd gezegd. Begin. En hoe klein je ook begint, maar begin aan die reis. En het brengt opportuniteiten. En het is absoluut geen threat, geen dreigement. Geen kotst. Helemaal niet. Gewoon beginnen. Ik vind het nog iets anders dan begin nu, want pace geeft duidelijk de boodschap dat er opportuniteiten zitten. Absoluut. Ook heel sterk. Ja, it pays. Het brengt meer winstgevendheid als je het goed doet. Sander, dat is wel moeilijk, omdat je natuurlijk vier collega's hebt gehad die allemaal het woord dat je zelf in gedachten had al gezegd hebben. Nee, meens. Ik bedoel, als u nog niet begonnen bent, durf te beginnen. Dat is echt wat het is. Maar maak het wel een wezenlijk onderdeel van uw strategie. Duw het niet ergens weg onderin een organisatie, want dan gaat het niet de pace geven die we dan beogen. En bent u begonnen, dan zou ik echt willen zeggen, hou vol. U heeft gezien dat het een bergbeklimming is. Het is geen wedstrijd wie het eerste boven is. Het is meer een kwestie van om boven te komen. En dat zijn soms makkelijke wegen en soms wat minder makkelijke wegen. En het is gewoon een kwestie van volhouden. Dus dat wil ik wel meegeven aan iedereen. Hou vol. En voldoende creativiteit hebben, partners zoeken, samenwerken. Uiteraard, ja. Experimenteer, als het niet lukt, opnieuw beginnen. Dus, Nee, wat ik straks zei, dus als u een plan heeft, goed. Als het plan niet werkt, verander het plan, maar niet de goal. Dus dat is exact. Wel wat het exact is. Ja. Dat is een heel mooie boodschap om te eindigen. Wij van het industriepartnerschap staan alleszins klaar om u te ondersteunen, om de juiste partners te zoeken. Buiten uw comfortzone liggen, die vaak minder met hetgeen dat u kent te maken heeft, die eerder met samenwerkingsmodellen, met andere partners zoeken. Wij zijn echt klaar om te komen naar die klimaatneutraliteit en circulariteit. Mijn motto zou zijn, the time is now. The window of opportunity is now. Churchill zei ooit, never waste a good crisis. We hebben nog altijd een goede crisis. We zijn uit een dal aan het kruipen, maar klimaatneutraliteit gaat echt en circulariteit gaan echt vooruitkomen. Dus the time is now. Start. Alleszins hartelijk bedankt aan de bedrijven die u gezien hebben, de inspirerende voorbeelden om daar te filmen. Ook aan onze getuigenissen hier live. Vito, Siris, The Shift en onze golden sponsor Schneider Electric. Rest er me nog u door te verwijzen eigenlijk naar de plenaire sessie, die in principe nu begint, of binnen 10 minuten begint in principe, waar dat eigenlijk Mark Miodovnik, professor en directeur van de University College of London, de Institute of Making, u ongetwijfeld nog gaat inspireren over materialen en maatschappij, de science of making. Hoe ziet dat in een circulaire maatschappij uit en wat zit daar met klimaatneutraliteit? En dan nodig ik u ook nog uit naar een aansluitend netwerkevenement, waar u normaal gezien ofwel een link gekregen hebt ofwel automatisch naartoe kunt gaan, waar ik alleszins ter beschikking sta en anderen of
conculega's om op uw vragen te antwoorden, uw ideeën, suggesties, whatever. En let's make it happen, zou ik zo zeggen. Bedankt.